Dag dames en heren, welkom bij seizoen 2, aflevering 2 van Nieuw Geld. En het is niet zomaar een aflevering, je hebt het waarschijnlijk al gezien aan de titel, maar wij hebben één van de meest besproken politici in Nederland aller tijden aan tafel. Hij groeide op in Haarlem en hij wilde eigenlijk een schrijver of muzikus worden. Maar hij maakt nu als geen ander de tongen los in Politiek Den Haag. Dat doet hij zelfs zo goed dat hij in 2017 nog wordt uitgeroepen tot politicus van het jaar. In 2019 was hij de grote uitdager van Rutte en won hij uiteindelijk de verkiezingen. Daarna volgt een turbulente periode binnen zijn partij, waarna hij nu verketterd wordt en zelfs gedreigd wordt om een week te schorsen uit het parlement. Als eerste Kamerlid aller tijden. Die stemming is na deze podcast, volgens mij. Hè? Ja. Ja. We hebben een goede dag uitgekozen. Quo usque tandem factionum cartellum. Ik heb het over niemand minder dan Thierry Baudet. Hey. Leuk jongens. Welkom. Leuk dat je op onze podcast te gast bent gekomen. Ja, en leuk dat jullie, om dat op te nemen, weer te gast zijn in mijn kamer. Ja, hartelijk bedankt. Ja, superleuk. Leuk om hier te zijn. Ja, dan laten we allereerst beginnen. We willen je feliciteren met uw pasgeboren zoon. Dankjewel. En daarvoor hebben wij een cadeautje meegenomen. Leuk, wat aardig. Kijk. Even kijken wat erin zit. Hè? Oh, wauw. Wat een mooie knuffel. Leuk toch? Ja. Lancelot is de naam van mijn zoon. Ja, precies. En dit gaat hij prachtig vinden. We waren eerst op zoek naar iets met een zwaard of zo, maar dat hadden ze niet bij Winter Toys. Dat zal weer te gevaarlijk zijn voor kinderen. Het is niet genderneutraal. Nee, precies. Niet genderneutraal, maar we hebben nu een beer. Ja. Wacht, ik zet hem even hier neer. Ja. Ja. Opname is dat beter? Ja, laten we gelijk doorgaan met het onderwerp waar we net waren, over uw zoon. Ja. We waren heel benieuwd, hoe gaat u uw kind opvoeden? En zullen we trouwens je en jij zeggen? Ja mogen we twee? Ja, dat is goed. Okay. Ja. Hoe ga je je zoon opvoeden en welke lessen krijgt de kleine Baudet mee? Wat een leuke vraag. Wat ik nu merk, ik heb niet een onderwijsfilosofie of zo, dat ik bedacht heb van zo moet het met hele strikte principes of zo. I just go with the flow, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat ik nu voel is dat het heel belangrijk is om steeds echt even dat contact te maken met mijn zoon en te voelen van wat wil hij. Dus ik wil hem heel erg als individu laten opgroeien. Gewoon vanuit zijn eigen beleving dingen. Ik wil hem zo min mogelijk, merk ik heel sterk, zo min mogelijk opleggen. Oké. Okay. En denkt u ook later, bijvoorbeeld als hij naar school gaat? Ik denk niet dat hij naar een normale school gaat. Gaat hij hem thuis bijvoorbeeld opvoeden? Of naar een forumschool als die dan uitgebouwd zijn? Dat zou kunnen, maar dat is ook nog best wel ver weg. Hè? Want zo'n hummeltje, hij is nu 3,5 week. Ja, dat elke dag dat is waar. Enorm. Maar dat weet ik nog helemaal niet. Oké. Okay. Ja, superleuk. Heeft de vaderschap jou dan ook al beïnvloed? Je hebt nu al een aantal maanden vader. 3,5 week. 3,5 week. Oh, 3,5 week. Heeft het al op een bepaalde mate beïnvloed? Nou, misschien zie je wel aan me dat ik een beetje slaperig ben. Dat ja, kan ik me voorstellen. Ja. Dat qua nachtrust heeft het me wel beïnvloed. Maar en ik voel me super verantwoordelijk. Ja. En ook als ik naar huis ga aan het eind van de dag, ik werk wel gewoon door. Maar dan voelt het niet alsof ik naar mijn vrouw ga of weet je wel, naar mijn huis. Maar ik ga naar mijn thuis. Ik ga naar mijn familie toe. En dat is wel echt een nieuw gevoel. Een warm gevoel. Het anders dan weer alleen met een vrouw, zeg maar. Ja, heel anders. Ja. Okay, dat is wel gaaf. Ook in mijn relatie heeft het wel verdiept, denk ik. We hebben echt samen nu iets heel groots en heel belangrijks. En dat, dat verandert enorm het contact. Okay. U maakt ook lange dagen als Kamerlid. Maar hoe gaat u dat combineren, denkt u? Ja, Davide, dat is de naam van mijn vrouw, die zal toch vooral de last van het huis houden moeten dragen. Daar zit niet veel anders op. Ja, oké. Okay. Nee. Maar ik doe ook, als ik er ben, doe ik wat ik kan, hè, natuurlijk. En je ziet het meer als een beetje een klassieke verdeling, zeg maar. Ja. Dus meer de man werkt en de vrouw voedt het kind op. Die richting gaat het uit, ja. Oké. Okay. Ja. Maar dus, had ik ook wel verwacht. Ik weet nooit hoe. Kijk, dit duurt zeker 20 jaar, hè, dat je aan het opvoeden bent. Zeker weten. Dus ik weet niet hoe het over een paar jaar natuurlijk allemaal is. Mijn leven ontwikkelt zich ook. Maar op dit moment, ik werk wel 60, 70 uur per week. En dat is eigenlijk niet. Je kunt dat niet half doen of zo. Nee. Dus dat is dan zo. En, hoeveel kinderen zou je uiteindelijk willen in uw... Ja, Davide zegt altijd 5. Dat vind ik wel heel veel. Maar ga je nog even door. Ja, het wordt wel druk. Ja, ik merk wel dat het lijkt mij voor een kind heel prettig om een aantal broertjes en zusjes te hebben. Mm-hmm. Dus natuurlijk is het nu heerlijk met kleine Lancelot, heeft hij het rijk alleen. Ja. Maar ik denk dat als hij wat ouder is, dat hij ook met een broertje of een zusje wil kunnen spelen, wil kunnen praten. Dus we gaan gewoon door en we...
kijken wanneer het... Kijken wel hoe het loopt. Ja, ja. Ik weet ook niet of het je gegeven is natuurlijk. Nee, dat is zo inderdaad. We zouden dat wel willen. Gewoon echt een groot gezin. Ja. Dat lijkt me geweldig. Ja, dat lijkt me ook wel gaaf. Ik heb ook een beetje dezelfde soort visie eigenlijk daarin. Ik zou dat ook wel leuk vinden later. Ja. Maar ik ben nog veel jonger hoor. Dus, 21 ben ik. Oh, ja. 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 Ik ben 39, dus ik ben rijkelijk laat. Mm-hmm. Maar Davide is 26. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie leeftijd. Ja. In ieder geval voor een vrouw. Ik weet niet of het voor een man... Die heeft misschien meer tijd nodig om... Ik was zo onrustig nog op mijn 26e. Mm-hmm. Maar ja, voor een vrouw is het wel ook... Het heeft wel iets heel moois ook om relatief vroeg kinderen te krijgen. Want je hebt dan... je hebt zoveel jaren ook nog als je kinderen al wat ouder zijn. Hè? Ja. Je kunt natuurlijk nog zoveel doen dan. Terwijl tegen de tijd dat de kinderen ouder zijn, ben ik ook echt oud. Ja, precies. Dat is jammer. Ja. Ja, precies. Dat is waar. Nou, wij heten Nieuw Geld. Dus we dachten, we gaan het even over geld met u hebben. Ja, heel goed. Daar zijn ook nog niet heel veel interviews met u, denk ik, over geweest. Nee. Met je, sorry. Ik moet je zeggen. Je wil, hoor. Nee, het gaat automatisch, sorry. Maar is de heer Baudet een vermogend man? Vragen wij ons af. We weten natuurlijk uw kamersalaris. Ja, nee, ik ben geen vermogend man. Ik heb wel spaargeld en ik heb wat crypto wallets. En ja? Helaas, zit u in de crypto? Helaas ook heel veel in Luna en UST. Oh ja, dan ga je de fout dus in. Dat is even wat minder waard geworden. Maar helemaal niks. Ja, je hebt natuurlijk wel, je krijgt dan wel weer airdrops en zo. Ja. Maar goed, voorlopig is dat... ik laat het gewoon staan hoor, trouwens. En ik heb mijn bitcoins en zo heb ik laten staan. Maar ik heb geen groot vermogen. Okay. En in crypto heb je dan ook bijvoorbeeld een speciale strategie of doe je het af en toe gewoon? En wat is de reden waarom je dan crypto koopt? Is dat ook voor die decentralisatie bijvoorbeeld? Ja, ik ben geïnteresseerd geraakt in crypto vanwege de filosofie ervan. Decentralisatie, maar ook het element dat de Bitcoin in elk geval een maximum hoeveelheid heeft en dus niet in principe niet inflator zou moeten zijn. En ik ben een groot tegenstander van fiat geld. Ja, en het bijdrukken van al die centrale banken. En ik ben al heel lang ook tegen de euromunt. Maar ik werd op een gegeven moment ook wel gegrepen door het speculatieve karakter ervan. Dat vond ik ook heel leuk. Ging ik echt daytraden op KuCoin en dat soort dingen. En daar ben ik nu weer een beetje mee gestopt. Dus ik heb het nu... Ik ben natuurlijk ook wel veel verloren wel, maar omdat Luna en UST zijn ingestort. Maar wat ik nu heb, heb ik gewoon staan in staking. En eens in de, weet ik veel, 2 weken check ik het nog eens eventjes. En dan nu is het ook niet waard om te checken. Dan, nee, precies. Ben je gelijk zomer de hele dag. Maar ja, wel een goede halving, even afwachten. Ja, wel een goede kans om te kopen nu natuurlijk. Ja, inderdaad. Wel. Ja, het ene, het blijft toch wel de grote vraag wanneer en op welke manier er praktische echt toepassingen van komen. Dus voor mijn gevoel is crypto nog in essentie steeds een belofte. En wel een belofte waar ik heel erg in geloof. Maar ik vind het heel jammer dat er nog niet echt crypto-marktplaatsen zijn waar je alleen met crypto kan kopen en verkopen. Waar je crypto kan verdienen door diensten aan te bieden. Het is nog niet. Nou ja, die zijn wel een beetje een opkomst, toch? Of dan heb je in ieder geval marktplaats waar crypto een optie is naast een andere creditcard. Dat was bij Tesla bijvoorbeeld eerst ook, maar dat is nu niet meer. Nee, klopt. Ja. Dat hebben ze even gedaan. Maar daarvoor is het gewoon nog net ook te volatiel. Ja, klopt. Ja. Er zijn een aantal bezwaren mee. Maar het als principe om een alternatief systeem, daar sta ik helemaal achter. Oh, ik heb het ook heel vaak over met Joep, over bijvoorbeeld de euro. En ik ben het eigenlijk met jou eens. Ja. Van we moeten eruit, dat is een slecht systeem. Maar dat is heel moeilijk om uit te leggen aan een groot deel van de mensen. Want dan moet je de inflatie en rentetarieven in Spanje en Italië uitleggen en zo. Dat is heel lastig. Hoe zou jij dat makkelijk uitleggen? Hierom is de euro slecht. Ja, ik denk toch dat ik iets moet zeggen over Zuid-Europa, over Italië en Spanje. Want anders kun je het niet uitleggen. Kijk, je wil een muntunie hebben eigenlijk voor... Of je wil één munt delen als, als je een beetje een gelijkgestemde economie hebt of wil hebben. Dat wil zeggen... je kunt hoogconjunctuur hebben, laagconjunctuur hebben. Het kan goed gaan met de economie, niet goed gaan. En daar is allemaal monetair beleid moet daarop gevoerd worden. Bijvoorbeeld als de huizenprijzen enorm aan het stijgen zijn, bijvoorbeeld, dan kan het verstandig zijn om de rente iets hoger te maken. Mm-hmm. Zodat mensen minder makkelijk gaan lenen en dus minder makkelijk een huis gaan kopen. En dan kun je dat een beetje afremmen. Monetair beleid, kortom... is gericht op de situatie van de economie. Noord-Europa en Zuid-Europa hebben totaal verschillende economieën. Noord-Europa heeft een economie die op spaargeld gebaseerd is, op met name pensioenspaarpotten, Nederland zeker.
En Zuid-Europa heeft een economie die op schulden gebaseerd is, op leningen. Vanaf Frankrijk verder naar het zuiden hebben die landen hebben in de afgelopen 150 jaar nooit geld verdiend. Die hebben altijd alleen maar geld uitgegeven. En dan heb je alleen dus maar lunchen de hele dag. Ja, en grote projecten. En ja, status, ja, ja. En dan heb je een. Daarom hebben die allemaal munten gehad, en dat zit ook in die cultuur, die elk jaar een beetje minder waard werden. Dus een inflator economisch model. En het gevolg daarvan is ook dat al die mensen hebben weinig spaargeld op de bank. Die hebben alle Italianen hebben een tweede huis, meestal aan de kust. Maar ze hebben weinig spaargeld. Ja. En Nederlanders hebben een heel ander soort samenleving, een heel ander soort economie. We hebben relatief veel spaargeld. En we gaan ervan uit dat de overheid ook zuinig is en bespaart en zo. En daarom heeft Nederland heel lang een hele sterke munt gehad. De gulden was relatief veel waard, was een sterke munt. Nou, je kunt, ik denk dat dat uiteindelijk beter is voor een samenleving, dat je dan rijker wordt. Maar je kunt in feite die twee type economische modellen hebben. Alleen, je kan dat niet samenvoegen met één munt. Dus het is toch, ik weet ook niet hoe je het. En dan kan je ook geen monetair beleid voeren. Als je dat samenvoegt. Dus je kan niet één monetair beleid voeren. Het is net als dat je een Eskimo en een Aboriginal in één kamer zet. De een wil de thermostaat omhoog. Ja. Het continu koud. En die ander heeft het continu warm. Dat vind ik een hele mooie. Ja, dat is een mooie. Dat kan niet. Dus dat is misschien het beste. Dat is dat staat voor de kijker. Ja, laatste clipje krijgt TikTok wel een half miljoen views. Ja, dat is mooi. Maar daarom dus dat uiteindelijk heeft nu het zuiden heeft gewonnen, zeg maar. Ja. En er wordt heel veel geld bijgedrukt. Dat is dus geld dat gebruikt wordt om de schulden in Zuid-Europa te financieren. Mm-hmm. Maar het gevolg is dat wij dus inflatie hebben. En daarom kan niemand meer een huis kopen. Daarom, eigenlijk maken wij eigenlijk gewoon geld over om de schulden van Zuid-Europa af te betalen. En betalen dat door middel van inflatie. Dat is eigenlijk hoe het correct. Is. Okay. En wat ziet u dan als oplossing daarvan? Er is maar één oplossing eruit. Ja, we moeten gewoon onze nationale munt terug. De gulden 2.0. Okay. En dat was toch ook, het was zo'n mooi ding, hè, die gulden. Jullie hebben er niet echt herinneringen aan, maar het was ook gewoon als biljet en als munt gewoon prachtig om te zien. Het was ook zwaar, weet je, 5 gulden, het was echt zwaar. Dat vind je ook belangrijk, hè? De mooie dingen, dat er ook de nationale trots wordt uitgedragen. Dat zijn de kleine geneugden van het leven, jongens. En die raken we steeds meer kwijt. Er komt dus zoveel lelijkheid. Ja. En die euro, het is toch, niemand kan daarvan houden. Dat ding dat ziet er niet uit. Nee, we stonden net wel in de ontvangstzaal. En daar staan nu dan wel beelden van Savonin Lohman, Thorbecke. Dat vonden we wel mooi. Ja, dat vonden we interessant. Ja, ook even normaal kijken. In het oude gebouw in de Tweede Kamer hing er allemaal moderne kunst en allemaal rare onzinning daar. Erg, hè? Die moderne kunst die daar in beocht. Dat is zo lelijk. Maar ze kunnen er nu ook wat van. Want die plenaire zaal, die ziet eruit alsof iemand stront heeft willen gooien naar Rutte, maar steeds miste, weet je wel? Maar zij dat niet. Maar ook over die euro. In principe denk ik dat best wel veel Nederlanders het daarmee eens zijn. Als je dat goed uitlegt, zeg maar. Alleen in de Kamer is er gewoon nul steun. Alleen meneer Wilders is er denk ik voor. Ja. Maar hoe kan je dat dan een soort coalitie bij elkaar vormen? Want eigenlijk alle andere partijen willen niet samenwerken met Forum. Hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan echt toch proberen alles te volgen? Ja, dus mensen zullen toch op ons moeten gaan stemmen. Of op de PVV voor dit onderwerp inderdaad. Want al die andere partijen die zitten in die tredmolen van het systeem. Die willen het systeem versterken en uitbouwen. En wij willen het systeem veranderen. En dat gaat alleen maar met zeteltjes. Ik zit dan ook wel eens te denken. Ik heb bijvoorbeeld vorige verkiezingen ook op Forum gestemd. Alleen, gaat dat lukken? Dan moet je echt de helft van de zetels hebben. Ja. Dus je moet of op een gegeven moment toch samen gaan werken. Of zeggen, we moeten er vol voor gaan. Of dan is het niet mogelijk. Ja, wij doen wel heel veel ook voorstellen om bijvoorbeeld te onderzoeken op welke wijze we uit de euro kunnen gaan en zo, dat soort dingen. Dus niet meteen uit de euro, maar dat je eerst een compromis. Maar dan wordt het alsnog weggestemd, denk ik. Zo'n onderzoek dat wijst dan uit dat Nederland, als we uit de euro gaan, dat Nederlanders 10% rijker zouden worden of zo. Oh. Ja, dat willen ze natuurlijk helemaal niet. Dus dan houden ze dat weer tegen. Ja, het is heel lastig. We doen wel steeds pogingen om samen te werken. Maar nu gaan ze mij schorsen. Dus dat gaat niet de goede kant op dan. Maar wat is dan, dat vraag ik me dus even gewoon persoonlijke oprechte ding dat ik afvraag. Wat is dan het plan van hier vooruit? Is het dan echt proberen Nederlander per Nederlander, stem per stem, de meerderheid te krijgen? Of moet je dan toch op een gegeven moment echt mee gaan werken? Ik heb twee plannen.
Of steeds, ja, steeds meer mensen overtuigen, dat is natuurlijk wat we aan het doen zijn. Maar daarnaast ben ik ook bezig met een, wat ik noem, parallele samenleving. Dus we gaan niet wachten op de politiek om alles te doen wat wij willen. We gaan het ook gewoon zelf doen. We zijn met eigen scholen begonnen. We zijn bezig met een app, de Forum app, waar een soort parallele economie tot stand kan komen. Dus mensen kunnen producten aanbieden, mensen kunnen vakantiehuisjes boeken, mensen kunnen vacatures zetten. Dus een heel eigen systeem. Mm-hmm. Daar misschien op een gegeven moment ook een munt, de Forum Coin. Okay. Kortom, het is van alles gaande. Wat we aan het doen zijn, we hebben een eigen tv-show. We willen onze eigen opleidingsinstituut voor zeg maar, een soort universiteitachtig iets willen we gaan opzetten. We hebben een eigen uitgeverij. Weet je, we doen wel echt heel erg veel. En dat maakt de wereld ook een beetje mooier. Ja, dat is waar. Dus het is meer echt dan afsplitsen en dan zeggen, iedereen die erbij wil, die komt erbij. Die is welkom. Ja. En we gaan het gewoon laten zien en aan de mensen dat het veel beter kan. Ja. Het is zo jammer. Hè? Nederland wordt zo slecht bestuurd. We zouden zo rijk kunnen zijn met z'n allen. We zouden het zo gezellig en plezierig kunnen mm-hmm. hebben. En in plaats daarvan zie je dat het leven wordt steeds verder verstoord. Economie wordt gewoon stuk gemaakt. De energieprijzen onbetaalbaar. Die immigratie is recordhoogtes groot en niemand kan meer een huis krijgen. Weet je wel. De inflatie, de pensioenen verdampen. Het is echt over de hele linie, vind ik, echt dramatisch. En als ik dus naar Nederland kijk, dan kijk ik met gebroken hart. Nederland is een prachtig land. Maar mm-hmm. ja, wat er nu gebeurt, het is zo ernstig. Dus ja, ik ga door. Is dat ook je motivatie om Nederland weer mooi te maken? Ja, man. Het is, en elke keer, ik heb wel soms met de moeder wanhoop. En dan zie je weer wat ze hier weer aan dingen aan het voorstellen zijn. Dat je mm-hmm. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Raak je nooit de moed kwijt. Dat je denkt, van, waar zijn we mee bezig eigenlijk? Ik zal je één voorbeeld geven. Er is, in Groningen heb je natuurlijk die enorme gasbel. Hè? De grootste van Europa. Er zit voor meer dan 1000 miljard aan gas in de grond. En dat zou dus Nederland gewoon vrijwel gratis energie kunnen geven voor de komende decennia. Mm-hmm. Er zijn aardbevingen ook. Er zijn mensen die er slachtoffer van. Hebben ze een rapport. Ja. Wat zou het nou kosten als je alle huizen daar aardbevingbestendig maakt, iedereen volledig compenseert en ook nog doet aan allerlei bodemstabilisatie dingen. Dat kost 9 miljard. 9 miljard. Nou, stel dat dat iets meer is, 20 miljard. Mm-hmm. Dan, dan ben je er echt uit. Dan ben je klaar. Dan heb je ook nog misschien wel alle Groningers nog een Lamborghini kunnen geven. Weet je, en die mensen die zelfs een aandeeltje geven in de NAM of in de GasUnie. Iedereen blij. En dan haal je dus nog meer dan 980 miljard over om uit de grond te halen. En toch besluiten ze hier om die gaskraan dicht te draaien. De energieprijzen zijn nu 13 keer hoger dan 2 jaar geleden. Het hele MKB maar gaat over de kop. Ja, dan word ik kwaad. Als ik ja. Waarom? Waarom doen die mensen dat dan? Ja, waarom doet D66 dat? Dat is een grote vraag. Hè? Ja, dus dat is een argument inderdaad. Kijk, het is een combinatie van domheid en kwaadwillendheid. Er is ook echt, er zijn heel veel mensen die kunnen niet rekenen hier. Die kunnen niet vooruitdenken. Die stumpelen van de ene domme beslissing naar de andere. Maar er zijn ook mensen hier, en ook op mondiaal niveau, die willen een totaal ander soort samenleving. Dat noem ik de transmensen. Die willen transnationale wetgeving. Die willen de klimaattransitie. Dus ze willen een totaal ander soort economische orde. Maar die willen vaak ook dat mensen gaan transformeren tot iets transhumanistisch. En de transgenders en de trans. Het is een soort visie, een revolutionaire visie op een totaal ander soort samenleving. En zij hebben crisis nodig om mensen daarin mee te krijgen. En dat is best wel cynisch als je dat natuurlijk benoemt. Maar het komt ze ergens goed uit. En dat zeggen ze ook wel, dat de energieprijzen nu zo duur zijn. Want dan zullen mensen eerder windmolens en zonnepanelen. Ja, en ook met vlees. Hè. Dus die boeren, vlees wordt duur. Dan gaan mensen vegetarisch worden. En ze hebben over de hele linie hebben ze een maar soort. Wie zijn ze dan? Nou ja, D66 noem je al. Daar geloven ze dit. Maar zijn dan de mensen van D66, die zijn het grote brein, die hebben dit hele plan bedacht? Of zitten daar dan weer mensen achter of iets? Ja, het is iets internationaals. Ja. Het gebeurt namelijk ook in andere landen. Het gebeurt in Frankrijk, het gebeurt in Duitsland heel duidelijk. Het gebeurt ook in de Verenigde Staten. Ja, er is dus een internationale kliek van mensen die het
helaas grotendeels eens is met elkaar hierover. Die geloven allemaal dat de mens iets moet doen aan klimaat en CO2-uitstoot. Die geloven dat we allemaal migranten zijn, weet je wel, dat de nationale identiteit niet bestaat. Die willen dat we inderdaad vegetariërs worden. Die willen dat er één wereldwijd ministerie van volksgezondheid is, de World Health Organization. Dat hebben we ook gezien tijdens corona. Mm-hmm. Ja, dat zijn, ik noem die mensen globalisten. Dus dat zijn mensen die zijn ervan overtuigd dat er een soort wereldstaat, wereldregering moet komen met een heel ander soort economie en een heel ander soort leven. En ik ben daartegen. Okay. Je hebt eergisteren ook een uitspraak gedaan waar Twitter echt helemaal gek over werd. Ja. Zullen, ik wil die heel even laten horen en dan gaan we daarna even daarop reageren. So I'm a conspiracy theorist. I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles. Gaat ik het woordje reptiles? Ja. Ja, het deed me heel erg denken aan twee jaar geleden. Toen zei ik in de Kamer, de minister is een sluipmoordenaar van de boerensector. Ja, Carola Schouten. En toen waren ook mensen die zeiden, maar bedoel je nou letterlijk dat zij met een sniper rifle, weet je wel. natuurlijk bedoel ik dat niet. Nee. Ja. Overdrachtelijk. En reptiel is volgens de Dikke van Dalen en andere woordenboeken, betekent naarling. Een zeer onaangenaam mens. En zo bedoelde ik. Ja, oké, okay, maar. Ja, ik zag dat mensen dachten dat ik daadwerkelijk dacht dat er hagedissen. Ja, maar ja, dat indruk wek je ook wel een beetje natuurlijk, hè? Nou ja, weet ik niet. Het is ook geknipt, dit stukje wat je liet zien. Als je het hele interview, dat duurt ruim een uur. Mm-hmm. Ik heb het ook nog eens even helemaal teruggekeken gisteren, maar ik dacht van even begrijpen waarom mensen nu zo. Het had 1,5 miljoen views. Het ging echt viraal. Het is helemaal viraal gegaan. Ja, heel veel mensen hebben het gekeken. Ja. Maar ik vind het jammer dat het vaak zo gaat over dit soort controverse dingen. Mm-hmm. Dat mensen dan bijna bewust je verkeerd proberen te begrijpen om je weg te zetten. Terwijl wat ik probeer te vertellen is eigenlijk, dus het zijn in mijn ogen hele nare mensen, die globalisten, die hele nare dingen willen. Mm-hmm. Een kille, koude wereld die niet goed is voor zoogdieren. Nee, nee, inderdaad. Maar ik had het ook, dat filmpje heb je dan. Normaal zou ik dan ook altijd even zeggen, dan kijk ik 5 minuten ervoor en 5 minuten erna. Maar eigenlijk doet 9 van de 10 mensen dat natuurlijk niet. Nee. Dus ik dacht nu, ik kijk het even niet. Ik ga gewoon zo daarheen. Ja, en dan vraag ik gewoon hoe 9 van de 10 mensen het eigenlijk zien. Ja. En die zien het als, Baudet zegt dat er reptielen aan de macht zitten. Ja. En dan denk je gelijk al, wat is dat nou? Dus als ik bijvoorbeeld moet uitleggen of mijn moeder ziet bijvoorbeeld dat filmpje. En ik zeg tegen mijn moeder, jij bedoelt het niet zo. Ja. Maar ja, dat gelooft zij dan niet. Nee, dat klopt. En dat zijn dan de stemmers eigenlijk die je binnen moet halen. Ja, precies. Dat klopt. Dus misschien is de conclusie dat ik ongeschikt ben voor een deel van het vak. Of in ieder geval, dat is mijn zwakte. Dus het is, ik denk ook maar mijn kracht misschien. Dat ik vrij spreek en open ben over dingen waar ik over nadenk. En dit soort interviews zijn niet gescript. Hè. Ik ben gewoon aan het woord. Ik vertel wat ik denk. En dan laat je wel eens een woord vallen dat dan achteraf heel verkeerd wordt uitgelegd. En dan denk jij natuurlijk, als ik het over zou kunnen doen, zou ik het anders hebben gedaan. Maar ja, het alternatief dat je, wat heel veel van die politici doen, dat ze alleen nog maar antwoorden wat ze van tevoren met woordvoerders hebben. Ja. Rob Jetten. Ik vind dat zelf vreselijk om naar te kijken. En ik zou ook zelf niet willen stemmen op iemand die dat deed. Ik zou liever willen stemmen op iemand die af en toe een slip of the tongue maakt en iets zegt wat net verkeerd kan worden uitgelegd of zo, maar dat wel een echt mens is, dan die halve robots, halve reptielen die hier. Daar maak ik dus een grapje en dan is nu in deze. Nee, bij deze is rechtgezet. Ja, bij deze. We gaan hem even klippen als clipje. Neem maar als goed clipje. En dan komt hij op TikTok en dan is iedereen weer erover eens dat het goed is. Ja, dan heb je inderdaad heel veel met. En het is ook wel een beetje een virus van, bedoel ik ook niet letterlijk virus, maar een geestelijk virus van de journalisten en zo hier. Dat ze dingen dan heel letterlijk pakken en dan 25 keer herhalen. En dan creëren ze ook een soort beeld van iets wat je niet zo hebt bedoeld. Ja, dat heb je nu heel veel met social media vooral. En vooral als TikTok. Dan zie je bijvoorbeeld dat mensen maar 6 seconden kijken naar een video. Ja, veel korter, 0,6. Ja, dan kun je eigenlijk al geen mening op basis van 6 seconden mening vormen van iets. Dus niet het hele verhaal hoort. Nee, je wordt natuurlijk constant verdraaid. Ja. Maar je was net ook een filmpje aan het opnemen over het ledenwerven van Forum. Ja. Maar waarom doe je dat niet rechtop en gooi je op TikTok met ondertitels erbij? Krijg je veel meer reacties en views op. Ik zal het zo doorgeven aan het social media team. Dat is beter. Alright. Als je dat gewoon op TikTok gooit en dan zeg je er nog iets leuks bij of zo. En dan heb je zo 10.000 volgers erbij.
20.000, ja. Dat is veel beter. Ja. Alright, TikTok is echt het nieuwe... Ja, nou ja, TikTok, als je daar iets op gooit, je kan met 0 volgers, kan je dan in 1 keer 1 miljoen views halen bijvoorbeeld. Ja. En op YouTube is het, moet je groeien, 2 volgers erbij. Mm. Waarom krijg je... kan dat dan wel met TikTok? Door de organische groei. Dus een, de For You page, zeg maar. Ze hebben dus 1 pagina en daar scroll je op. En dan laat TikTok gewoon puur zien wat jij leuk vindt. Dus je kan daar uren op scrollen en je krijgt alleen maar dingen te zien die je leuk vindt. Dus je blijft maar doorgaan. En hoe langer je kijkt, hoe beter TikTok, dat is een Chinees staatsbedrijf, weet wat je leuk vindt. Ja. En daardoor krijg je alleen maar meer aanbevelingen daarvan. Ja. Maar ook bijvoorbeeld als iemand iets post met 0 volgers en je gooit het erop, kan zomaar 1 miljoen volgers of 1 miljoen views krijgen. Ja. Maar op YouTube heeft dat niet. Fantastisch, ik ga het zo meteen doen. Ik zou het doen. Ja, en dan link je in bio naar de members, de Get Members actie. Ja. Heb je ze zo? Leuk, goed idee. Ja. Dankjewel. Je moet voor ons komen werken. Ja, dat is mijn dagelijkse bezigheid, zowat. Ja, zo ik maak zeg maar dan filmpjes op TikTok of Instagram. En dan stuur ik ze mensen door naar een link in bio bijvoorbeeld. En dan krijg ik daar bijvoorbeeld een commissie voor. Ja. Oh, ja. Dus dat is eigenlijk precies hetzelfde wat jij net deed. Hetzelfde concept, bij wijze van spreken. Nieuw geld, jongens. Nieuw geld, ja. Ja, zeker. Zeker nieuw geld. Ja, leuk. Even kijken, we hebben nog een vraag staan bij wat ook over geld gaat. Ja. En dat is, denk je dat geld gelukkig maakt? Waarom wel of waarom niet? Goeie. Ja, ik denk dat geld absoluut gelukkig maakt. Mm-hmm. Omdat het vrijheid oplevert. Mm-hmm. Vrijheid en de mogelijkheid om allerlei dingen te doen die je wilt doen. Het is ook status. Dus zeker. Als je veel geld hebt, dan vinden mensen jou ook leuker. Weet je wel? Want dat staat ook symbool voor succes, voor social proof enzovoort. Dus geld is heel belangrijk. En veel belangrijker dan ik dacht dat het was. Ik ben nu bijna 40 en in mijn jeugd, weet je wel, schooltijd en zo, werd heel erg mij ingeprent dat het niet belangrijk was. Ja. En een van de dingen die ik mijn zoon, die vroeg hoe ik hem ga opvoeden, een van de dingen die ik hem ga leren is, hij heeft ook al een crypto wallet trouwens. Oh, dat is wel leuk. Ja, dat voegt bij. Maar een van de dingen die ik hem ga leren is echt om dat op te pakken en dat ook op jonge leeftijd te gaan doen. Ik ben daar zelf ik vind het jammer eigenlijk achteraf dat ik dat niet veel bewuster heb gedaan. En misschien ook al, ik had eigenlijk gewoon 20 jaar geleden al mijn eerste kleine vastgoedje moeten gaan kopen. Weet je? Ja. Nu, dat is nu, Joep. Veel meer. Ja. Jij bent 19. Ik ben 19, ja. Dus, dus nu bezig. Geleden. Ja. Ja, je moet natuurlijk een hypotheek kunnen hebben en dat soort dingen. Maar al is het maar om... Voor de verhuur, weet je wel. Dat bijna altijd rendeert het wel. Ja, ik weet niet hoe het nu... Een vaste cashflow. Nu is het net even groot, inderdaad. Even wachten nog. Even een jaartje. Ja, jaartje wachten. Ja, ja, of iets andere dingen investeren. Maar dat je gewoon eigendom probeert te vergaren. En ik was heel conservatief in mijn financiële huishouding. Ik heb nooit geleend van de IB-groep als student. En achteraf denk ik, dat was natuurlijk helemaal... Financieel is dat helemaal niet slim. Je kan beter, veel beter wel lenen, want... Je kan dan volgens tegen 0% rente en dan hoef je pas en inflatie 10 jaar terug te betalen. Ja. Dus dat infleert weg. Dat is een werelddeal die we aangeboden. Ja. Ja. Je moet maximaal lenen. En ik had dat geld moeten investeren. Bijvoorbeeld in crypto. 20 jaar geleden, dat was wel mooi geweest. Ja, zo, dat is er voorbij geweest. Ja, maar of in andere dingen gewoon iets wat waarde vasthoudt, wat meer waard wordt. Dan moet je dan een beetje uitzoeken. Hangt ook een beetje van de tijd af natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat had ik moeten doen. En daar heb ik nooit over nagedacht. Maar vandaag is natuurlijk altijd de beste dag om daarmee te beginnen. Ja. Ja, ja. Ja, dus je vroeg of ik vermogen... Ik ben niet een vermogend man, maar ik ben ook niet armlastig. Dus ik heb wel allerlei dingen gedaan in mijn leven... waardoor ik wel wat kapitaal heb opgebouwd. Maar het belang van geld is groot. En... ik denk echt dat je... Het is heel moeilijk om gelukkig te worden zonder geld. Ja, dat is een hele goede denk ik inderdaad. Mm-hmm. Maar inderdaad, ook vrijheid die je mee koopt, dat is echt wel heel veel waard. Dat is veel beter als je de hele dag achter geld aan moet rennen. Of de hele dag vakken moet vullen of iets, daar word je niet blij van. Je gaat liever op een strand in Zuid-Frankrijk zitten, toch? Ja. Daar word je blij van. Het is niet... maar de mogelijkheid om het te kunnen doen. Precies, dat is het eigenlijk. En de mogelijkheid om gewoon eens te zeggen, jongens... Ik ga eens even een half jaar voor me uitstaren, want ik wil iets anders doen in mijn leven. Ja. Dat heb je ook een keer gedaan, toch? Ik heb het gedaan toen ik 30 was.
toen had ik een soort... toen maakte mijn vriendin het uit met mij destijds, mijn toenmalige vriendin. Mm-hmm. En ik vond mijn baan niet leuk. En ik een aantal andere dingen, alles vaarwel gezegd. Ik heb toen ook mijn hoofd kou geschrokken. Weet je, echt een soort symbolisch... Helemaal monnik. En later pas detox. Heb ik gehoord dat de planeet Saturnus in 29 jaar om de zon heen draait. Ja. En dus na 29 jaar weer op dezelfde plek staat als waar die stond toen je geboren werd. En dat het normaal is voor mensen dat ze op hun 29ste een omwenteling in hun leven hebben. En dat schijnt dat ook niet zo te zijn als je 58 wordt of zo. Dus ja, dat is je Saturnus, zeggen astrologen. Nou krijgen we natuurlijk weer dat hier de media weer in. Nee. Die zeggen dan, oh Baudet, definitief door de mand gevallen met Saturnus-blokkades. Maar ik weet niet. Ja, maar zo werken ze wel. Ja, zo werken ze wel. Dat is zo jammer, want ik voel dit als, we zijn gewoon leuk aan het praten. Ja, leuk gesprek. We hadden ook bij gesprek een biertje erbij kunnen hebben. Jullie leren mij kennen. En dan zeg je zoiets, ja, ik weet niet wat het waard is, hè, zo'n Saturnus. Mm-hmm. Ik vond het een grappig verhaal, omdat ik dacht, iemand vertelde me dat toen ik net in die fase zat. En zei, oh, dat is heel normaal. Dat ik ook een grappig verhaal. Maar eigenlijk mag dat eigenlijk in dit beroep mag je dat bijna niet meer doen. Zo. En dat vind ik zo. Maar andere politici doen het daarom ook niet, denk ik. Nee. Niemand gaat bij een podcast zitten of bij een show. Of jullie maken ook je eigen tv-show volgens mij. Ook allemaal ongeschreven. Die heb ik ook gekeken. Dat was erg leuk, moet ik zeggen. Maar geen enkele andere politicus doet dat. Nee. Iedereen zit gewoon bij gescripte op één interviews en bij Jinek. Ja. Maar niemand is echt oprecht, zeg maar, volgens mij. Ja, en. Daarom, oké, je hebt gelijk, een deel van de kiezers zal afhaken. Misschien vinden die ook van, je moet serieus zijn en je moet niet. Maar ik denk ook dat ik de harten van mensen kan veroveren en heb ook veroverd op een manier dat heel weinig anderen dat kunnen en heel weinig anderen dat hebben gedaan. En daarom, ja, ik ben wel trots er ook op wat ik doe. Ik ben niet trots op zo'n onhandige uitspraak over, denk ik, ja... Jammer, weet je, dat is ook niet nodig. Mm-hmm. Maar ik ben wel trots op het type politicus die ik ben. Het type mens die ik ben in die publieke arena. En ik denk ook dat ik voor heel veel mensen heel veel vrijheid genereer, zeg maar, daardoor. Omdat ik zo open ben, omdat ik een vrij spreker ben, omdat ik laat zien hoe je als vrij mens kunt leven, denk ik dat dat voor heel veel mensen inspirerend is. Dat ze daar ook echt moed uit halen. Dat hoor ik ook. Ja. Heel veel mooie mails van mensen. En dat, daar doe ik het voor. Ja, dat snap ik. Wat ik zo jammer vind, is dat die media dus al zo vooringenomen is om echt alleen de slechte dingen te laten zien. Ja, tenminste, geknipte slechte dingen dan. Dat vind ik al zo jammer. Ja, en het is ook heel flauw, want zij zeggen dat ik alleen maar bezig ben met ophef veroorzaken. Dat verwijten ze mij, dat zeggen ze. Terwijl, dat is helemaal niet waar. Dat doen zij. Dat doen ze, precies. Ja. Zij doen dat. Ze zijn alleen geïnteresseerd dat ze iets met opheffen en mij weer kunnen afschilderen. En dan gaan ze weer, oh, hij is echt gek geworden. Hij moet dus ophouden met snuiven, bla, bla, bla. Allemaal dat soort. Ja, ik las op Twitter alweer paternotten van, nu wordt het echt doodeng, levensgevaarlijk, bla, bla, bla. Ja. Ja, waar ik dan heel erg benieuwd naar ben, dan krijgt u negatieve reacties op wat u zegt. Doet dat iets met u? En hoe ga je met de negatieve energie om? Dat vraag ik me ook af. Ik zou willen zeggen dat het me helemaal niet raakt, maar dat is ook niet helemaal waar. Het is wel een soort negatieve energie inderdaad die je om je heen, die je voelt, die een beetje in je trekt. Dus wat ik veel doe is sporten. Ja. Ik tennis 2 keer per week en ik boks 2 keer per week. Okay. Dus ik probeer eigenlijk 4 dagen in de week ben ik gewoon echt lekker aan het zweten. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, snap ik. En ik heb heel veel mensen om me heen die allemaal wel doorzien en die heel leuk en lief zijn en waardoor ik ook in die uit die nare wereld makkelijk kan stappen. Maar het blijft wel eigenlijk het slijt wel, maar het blijft wel naar dat het zo dat je ook weet dat het moedwillig is. Mm-hmm. Weet gewoon dat deze mensen bewust je niet willen begrijpen. Dat ze je niet even opbellen van, hey, dit was een rare uitspraak, een krant of zo. Ja. Ligt even toe, want ik snap het even niet meer. Oh, oké, ik snap het, dank je. Hey, groeten. Dat zou normaal vinden. Nee, knip, Baudet zegt reptielen online. Ja. En dat is dan, dus je wordt met heel veel slechtheid van mensen geconfronteerd. En dat blijft naar. Ja, dat doet wel pijn, kan ik begrijpen inderdaad. Ja, dat snap ik. Dat, je schuift het niet helemaal van je af. Dat kan ook bijna niet. Nee. Wel een klein beetje, maar ja. Je probeert het zo goed mogelijk. Ja, dat is het eigenlijk. Oké.
En je tennist en je gymt. Of sorry, je bokst. Ja. Dus ze moeten ook niet met je fucken als je tegenkomt op straat. Als iemand het niet met je eens is, ja, dan grappig, want kan hij links verwachten. Moest ik ging ik echt een partijtje spelen, dus met okay. iemand. En, Jesse Klaver. Nee, ja. Maar dat is natuurlijk, ik vind dat dus veel minder leuk dan het gewoon met een leraar lekker met op de pads. Weet je. Ik vind het dus de sport leuk, bewegen. Maar ik vind het eigenlijk niet fijn om mensen zomaar gewoon hard te beuken. Pijn te doen. Ja, ik ben eigenlijk een heel onagressief persoon. Ja. Nou, headline laat morgen. Ja. Nee, laat het niet horen. Dan moet dit ook geknipt worden. Ja, dat gaat ook knippen dan. En op TikTok zetten. Hey, ik had nog een vraag. Ik wil het toch vragen. Ik wil het eerst eigenlijk vermijden, maar ik wil het toch vragen. Je zegt, ik ben fan van Poetin. Hoe bedoel je dat? Ja, goed dat je dat vraagt. Ik ben fan van Poetin omdat hij in mijn ogen de enige mondiale speler is die iets fundamenteel anders wil dan de globalisten, wat ik net beschreef. De mensen die dus willen dat wij vegetarisch worden, dat we alleen maar 10 minuten per dag mogen douchen en dat we geen huizen kunnen kopen, maar alleen maar kunnen huren. Dat soort dingen. Dat is de grote trend waar de westerse politieke klasse helemaal in meegaat. En hij is de enige die staat voor iets anders. En ik ben natuurlijk, ik vind oorlog verschrikkelijk. Ik vind die oorlog in Oekraïne is vreselijk. Was ook te voorkomen geweest. Dat is totaal onnodig. Maar wat er nu gebeurt is wel dat er een representant lijkt op te staan van het oude Europese leven, zoals wij dat vroeger hadden, waar we het over hebben, met een soeverein land, met je eigen munt, met je eigen cultuur, waar je op mag komen. Maar hij heeft geen persvrijheid bijvoorbeeld in Rusland. Dat is dan wel fundamenteel anders. Ja. Nou ja, er is daar heel veel wat niet is zoals ik het zou willen. En ja, in die zin is misschien fan geen goed gekozen term. Hè? Maar wat ik zie gebeuren is dat de macht van de globalisten door Poetin wordt gebroken. En daar ben ik hem heel erkentelijk voor. Dat vind ik heel goed dat dat gebeurt. Ja. En vervolgens wil ik graag Nederlander blijven en dat dingen op onze eigen manier doen. En Rusland is Rusland. En, ja. Weet je wel? Maar ja, precies. Dat er een front is geopend tegen de globalisten, dat is nodig, dat is positief. Tegen het Amerikaanse Rijk, dat zeg je ook vaak. Ja, de Amerikanen dat nu natuurlijk aan het vallen is. Overal landen maar binnengevallen en overal oorlogjes spelen. En dus ik vind het ook een beetje hypocriet dat natuurlijk, nogmaals, oorlog is altijd vreselijk, maar er zijn wel meer oorlogen geweest de afgelopen jaren. En wordt nog steeds nu oorlog gevoerd in Jemen bijvoorbeeld. Daar zie je nooit iets over in de pers. Wat er allemaal in Irak gebeurt. Is meer dan 1 miljoen burgerdoden door die oorlog in Irak. Nou, dat werd nog een neppe ook nog. Nep bewijs. Was ja, het toch? Op basis van massavernietigingswapens. Ja. Dus het is heel, heel hypocriet. Het is heel, heel selectief, die verontwaardiging. En wat men niet, volgens mij niet wil zien, is dat het Westen echt kilo's boter op het hoofd heeft. Ik snap het wel, maar Joep is bijvoorbeeld een potentiële kiezer. Dus dat is eigenlijk degene die je over moet winnen. Ja. Wat vind jij daar dan van? Nou, ik heb het niet zo in de politiek dat ik het heel erg volg, niet zoals jij het doet. Maar dan zie ik bijvoorbeeld ook die korte clipjes van Poetin. En dan zegt bijvoorbeeld de oorlog, dat is wat ik iets zie. Dat is vreselijk, er gaan mensen dood, worden vrouwen, mensen gaan eraan dood. En dan zeg jij bij wijze van spreken, het is goed wat daar gebeurt tegen de globalisten. Maar moet het dan ten koste komen van een oorlog? Liever niet natuurlijk. Nee. Maar als je het zo uitlegt, begrijp je dan... Ja, ik begrijp het zeker. Ik begrijp het punt zeker. En het is ook, er wordt steeds gezegd, het was een uit het niets, hè, het onschuldige Oekraïne. Maar dat is niet waar. Sinds 2014 voert Oekraïne zelf een oorlog tegen haar Russische inwoners. Heeft met munitie, met clustermunitie, met bommen het oosten bestookt. En Oekraïne werd weer gebruikt als een aanvalsbasis, of een basis. John Bolton, de Amerikaanse topdiplomaat, heeft dat een paar dagen geleden nog gezegd. Het doel is regime change in Rusland. Mm-hmm. Dus oorlog is vreselijk, maar oorlog is ook de staat der dingen. Er is oorlog in de wereld. En ja, Rusland reageert. Ik zie het veel meer als een defensieve actie dan als een aanvalsoorlog. Okay. Dat is natuurlijk wel heel anders dan het frame wat in de media hangt. Dat is echt, Rusland is vol binnengevallen. Ja, is binnen en uit het niets. En Oekraïne is een soort
paradijs met bloemetjes. Maar met, is dit dan de volgende COVID-crisis, zeg maar? Die is never waste a good crisis? Ja, ik denk dat ze dit gebruiken om de energietransitie door te drukken. Omdat de gasprijzen onbetaalbaar hoog worden. Ja, dus ze hebben dat Nord Stream, dus die pijplijn van Rusland naar Europa, die hebben ze gesaboteerd. Het leven wordt allemaal duurder en duurder. En dat kunnen ze afschuiven op die oorlog. En dan komen ze met allerlei oplossingen die dan meer controle, meer surveillance, sociaal krediet, dat soort dingen allemaal gaan inhouden. Dus ja, het is mag duivels, toch hopen van niet. Dat is toch niet de toekomst die je wilt? Ik denk dat het sociaal kredietsysteem. Ja. En qua Xi Jinping. Ja, maar dat is ook waar ze grote bewondering voor hebben. Dus de globalisten komen jaarlijks bij elkaar in Zwitserland in het World Economic Forum. Maar het World Economic Forum heeft nog een tweede jaarlijkse bijeenkomst in Beijing. Elk jaar. Zwitserland en China. En Xi Jinping, de dictator van China, is ook ontvangen in 2016, toen net Donald Trump was verkozen in Amerika. Is Xi Jinping ontvangen in Davos bij de World Economic Forum bijeenkomst. En geprezen als de man die de... Ja, de... Wat is het nou dan? Ja, dit is al heel irritant hier. Maar gaat ineens een alarm af? Nee, dit is elke week om 2:00 als de kamer opent. Dan heb je dus een serieus? Man... Ja. Oh, vreselijk zeg. Ja, we hadden het eventjes over de mogelijke schorsing van Thierry. Die gaat, daar gaat dadelijk over gestemd worden. Gelijk in de avond uur. En ze hebben niet door wat ze opgeven. Nee, kijk. Er is een bekend verhaal. Toen ze kwamen voor D&D, toen heb ik me niet gezegd, want ik was geen weet ik wel, zigeuner. Toen ze kwamen voor de Joden, toen heb ik niks gezegd, want ik was niet Joods. Toen ze kwamen voor de homoseksuelen, heb ik niks gezegd, want ik was niet homoseksueel. En toen kwamen ze voor mij, maar was er niemand om voor mij op te komen. Ja. Dat is hier ook een beetje gaande. Dit zijn de elementen van een functionerende democratie. Dat je als Kamerlid niet door andere Kamerleden beoordeeld of veroordeeld kan worden. Dat de Kamerleden principieel gelijk zijn. 150 Kamerleden die de macht moeten controleren. En als de meerderheid van die Kamerleden kan zeggen, dat Kamerlid is niet integer, want hij voldoet niet aan alle regeltjes en dingetjes die wij zelf gaan opstellen. Ja, dan kunnen ze ook allemaal andere regeltjes gaan opstellen. En dan kunnen ze je gewoon. Dan wordt het gewoon, inderdaad, zoals ze zichzelf ook zien, collega's die werken in dezelfde organisatie. Zo zien zij zichzelf. Terwijl we hebben een grondwettelijk recht, wat niemand moet kunnen aantasten, wat ook geen meerderheid moet kunnen aantasten, om in vrijheid en met privacy en autonomie ons werk te kunnen doen. Ze willen straks je hele agenda zien, willen ze je internetzoekgeschiedenis zien. Willen ze weten ja, meer controle weer. Dat is waar het over gaat. Oké, tot slot, want we zijn bijna drie kwartier bezig. We hebben nog een cadeautje meegenomen. Wat lief! Speciaal, we hebben gehoord van de medewerkers dat je een liefhebber bent. Dus ze hebben een heerlijke wijn meegenomen. Tenminste, we hopen dat die heerlijk is. Welke wijn dit is, en dan kan ik daar misschien zelfs iets over vertellen. Oh, het zou leuk zijn. Zo'n kennen zelfs. Weet waar het vandaan komt. En Frans uiteraard. Montus, dat is volgens mij een Bordeaux. Madiran is... Oh, wat leuk. Dit is een Madiran is ten zuiden van... dit ken ik. Ik heb deze gedronken in Frankrijk een keer. Oh, serieus? Ik heb zelfs 20 dozen van deze wijn een keer geïmporteerd. Serieus? Toen ik dacht dat ik... FVD, dus fvdrinking.nl heb ik toen geregistreerd. Want ik wilde een café wijnhandel beginnen. Want ik had gedacht, dat is hartstikke leuk om je eigen wijn. Maar Madiran is een streek rond de Pyreneeën. En daar hebben ze... De druif die ze gebruiken is de tannat-druif. Dit is een tannat. Ja. En daar zitten heel veel tannines in. Daar komt dat woord vandaan. Dus dat is een beetje plakkerig op je gehemelte. Het is een heerlijke wijn. Mooi jaar ook. Is meer dan 20 jaar oud. Het is goed voor om even te laten openstaan. En dan met rood vlees. Ja, moet inderdaad even een half uurtje decanteren. Een half uurtje, drie kwartier moet even decanteren. Ik waardeer het zeer. Heel bedankt. Alsjeblieft. Leuk dat ik hier bedankt voor de podcast. Mocht zijn. Zeker, dank. En heel veel succes met alles wat jullie doen. Ja, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Sterkte in de kamer zometeen. Ja. En sterkte met je strijd om Nederland weer beter te maken. Ja. Dankjewel. En mensen, vergeet ons ook niet te volgen op alle social media's. Ja, even volgen op Spotify, TikTok. Vijf sterren. Vijf sterren op Spotify. Volg op Instagram, overal. Volg Thierry ook even op Instagram natuurlijk. Volg Forum even op alle social media kanalen. En dan zien we jullie volgende week weer. Dames en heren, fijne dag. Ciao.